Zoals u weet, wij zijn altijd op zoek naar bijzondere mensen, mooie verhalen, bijzondere gebeurtenissen. En vandaag zitten we, dacht ik, redelijk op het goede spoor met Jelle Kuilder als speciale gast. Jelle heeft een grote passie voor modelbouw en treintjes. En naar het schijnt besteedt hij daar soms meer tijd en aandacht aan dan aan zijn vrouw. Maar dat zullen we hem zo meteen wel eens even gaan vragen. Jelle woont hier en achter deze deur schijnt een wereld voor ons open te gaan. Ik ben benieuwd, hopelijk raken we het spoor niet bijster. Van de zin
die heb ik toen met elkaar weer verzeld en door het elektrisch, zoals je ziet. Bij de oorzien, daar heb ik allemaal best wel verzonnen. Daar is nog lang niet door. Dat is nog alles wat dit is altijd bij de zilver eigenlijk. Dat zijn die ene twee stops. En dat de andere dan weer begon te lopen met dus maar doordat dan iemand verandert, heeft u net een beetje uitgelegd hoe dat maakt wordt. En wat voor honden is echt verdurven binnen. Of we dan iemand hebben die zegt van ook, ik wil het wel wat even aan. Maar dan denk ik dat in handen terecht kom ik daar een trainingsreden van een railspeaker. Is dat volgens mij? Ja. Dus dat zal vast dat iemand baby heeft die zegt van ook, joh, kan ik nog wel laten adviezen heel ben. Zus of zo of dit. Maar je bent geen lid van? Nee. Je doet dit puur voor iets. Puur voor mezelf. Voor de hobby. Ja. En hoe vaak, want ik heb mij wel eens laten vertellen, maar op de borden weet ik niet. En nog meer zie dan de training besteed dan aan een vrouw. Is dat zo? Nou, ja. Hij bedoelde maar dat ik het. Dat is toch meestal wel. Nou, hij vertelde al heel eerlijk van soms besteed ik wel wat meer tijd aan de trainers dan aan Annie. Nou, dat vind ik helemaal niet erg, want dat vind ik wel heel fijn. Want dan kan ik de aandacht besteden aan mijn eigen hobby. En dat is? Mijn kleinkinderen. Oh, nou ja. En ik hoor al, de kleinkinderen vinden de trainers ook leuk. En eentje specifiek. Ja. Dus, nee, maar je vindt het eigenlijk ook wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Jawel. Als je ziet hoe die ermee bezig is en zoveel geduld. Ja. Meer geduld met die treintjes en met mij. Nou ja. Maar dit is al, dit is altijd, op het gebied van de elektronica, het is altijd vernieuwend. Ja. Er komt steeds een andere modellen in de ergens. Ja, hij doet een keer aan het begin. Ik kan me niet voorstellen dat de mensen die er staan met de vinger of wat, hij nog zo lang hoek. En dan vraagt dat vast daarover, want dat was honderden euro's. Ja. Ik koop vaak stoel van, ik was hartstikke veel jaar en dan kwam ik met een man aan het vormen de omzaal. Ik wist dat jullie begrijpen, twee is het zo, ja, dat is leuk. Ik vind dat wel, ik vind dat een bestaan zijn, dat is een woord. En de belangstellingen, dat moet ik natuurlijk wel, niet dat ik een overleving zit, maar ik heb er nog. Ja. Maar het is een mooie stoel, ik wil het verkoop, al hebben ze het, doe ik eerlijk in, ik geef de hoofdprijs niet. Nee. Nee, daar heb ik de moeite mee zijn. Ja, dat was, iemand kwam hier later eens een keer weer op de Viola, die op de kaart die zo nog in van zit, dat was een nieuwe beeld. Ik neem die minuten gekeken en Marten moest worden, had dat voor mijn andere wie moest dit. Door, een complete setting, maar dan ook van dit, hè. Kijk, van de hele Fienerspoel, kijk eens dit. Daar zijn de jaren, zijn we vaak weg, 50. Ja. Krijg je kar is hier op de Ruimverkade en overal op. Nederland is erachter. Ja. Dat vroeg ik toen. Ik zeg het eerlijk, dat is alles beter. Ik vind het prachtig op spul. Ik heb het nog. Ik wil het graag hebben. Ik zeg maar, geef het op. Dus niet. Dat kan boeren nog uit. Nou, hij zegt. Geef mooi zeggen. Goed zo. Hij zegt dan. Dan weet ik zeg dat ze op een goede plek gekomen ben. Dan zeg ik, veel plezier ermee. Ik heb maar zes kleinkinderen. Maar de enige maar weet die is echt te winnen. Gecharmeerd is van de trainees. Dus dan bewaar ik het toch wel. Ja. Maar het meeste dat ik, goed, een kring of een keer op een rommel met de kocht, of is dat ik ben niet zo iemand die zo gewoon naar de winkel hebben, of op internet weet ik nog wel een keer naar kopen. Maar niet veel. Nee. En weet je nog bij het allereerste, wat was de eerste trainee? De eerste? Ja. Oh, daar waren die van Lima. Hij staat van dat Italiaanse man, maar wij zeggen allemaal niet van, hij heeft een mooie spul en dat is binnen. Dat is Saflijs, man. Ja. Zo zie je, ze hebben een stoomblok. Dus hij dacht ook van geleden, dat kost dat zeg maar een euro, maar dan ben je hier al onder. Ja. Maar dat was hoe het eerste? Dat waren de eerste. En hoe ben je door aan het, komt nou? Ja, die kwam toen in de zin beneden, maar. Oké, maar die heeft wel zelf gekocht? Die heeft toen wel zelf. Maar toen, bij zeg maar de. De jeugdjohan nou ontsteken. Ja. Ik ben nog gewoon zomaar bij begonnen. Ik ben er zomaar bij begonnen en ik vind het nog steeds mooi. Ja. En op basis van een televisieprogramma dan? Of wat dat hoe anders stuurt? Anders stuurt het op een heel programma zo van dat waar wij van graag waren. Dus
railway of zoiets. Ja. Wat daar verder opgenomen in EGA van de Trans-Siberië-expert. Ja, dat klopt. En dan de Zwitserland, maar dat is machtig, een mooi verhaal. Ja. En hij daardoor naar Kiek. Daar ben je vanzelf uit echt gefascineerd in de trein, hoe was dat allemaal gemaakt. En hij naar Kiek zoals in Zwitserland ook, wat dat ander weg is. Dat mooi wel. Ja. Prachtig. Hij ooit dan met de trein naar Rijs. Nou, ik zal er een keer in de zitten en ik zou het echt niet meer kunnen doen wanneer het echt gebeurd is. Dat, nee? Nee, dat, dat gaat voor mij al dat 40 jaar geleden mee. Oké, okay. Dus nooit. Zo dat ik nooit met de trein reis. En het is ook niet zo dat ik aan het spoor in allemaal gezin en denk van, oh, dan hangen ze in de partij. Nooit denk ik dat mijn trein is. Nee. Zo geef mee op dan mee. Nee. Ik ken het misschien wel eens tegen je huis, maar nee. Dat niet. Nee. 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 Maar zo zullen ze ook aan je. Jij wil niet anders doen. Voetbal, dat voetbal, dat is de gold. Ik kan hier mijn eigen best benieuwen. De vrouw die, dat godsman, dat zie je in de boom, hè. En dat was mijn zoon, dat hebben we hier in de weg gehouden. Oh ja? Sinds dat zo net, dat ik kan in de boom heb. Ik was met brood. En dan zeg ik, ben van me, dat kijk ik door een boom op. Oh ja? Ja. Ja, hij toch wel goed naar de trap. Ja, 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 dat zeg ik, daar niet. Nee. En hoeveel, wat is het duurste exemplaar waar je het zag? Ja. Dat is deze? Dat is het duurste, denk ik. Ja. 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 En maakt de trein ook geluid? Of? Nee, ja, dat kunnen we, maar dan ben je er allemaal heen boven. Ja, dat moet je nog maken. Dat ben dan, ja, maar dat kan niet in elke log, hè. Want ik denk dat dit de andere type nog is. Dat is de meeste. Dat is ongeveer dezelfde, dat is dezelfde distortie. Maar door kun je dan zo'n soundtrack zeggen, dat kun je dan niet zeggen. Dat is dezelfde melodie, alleen met meer type en door kun je dat gewoon inbouwen. Ja. En, maar want die zegt net al, elektrisch en zo heb ik zelf geregeld. Ja, maar wat is dat ook vak? Nee. Oh, dat nee. Ik ben schuldig aan beroep. Oké. Okay. Dus ik heb verder niks met techniek of alweer van de maat. Maar dat kun je wel. Ja. Als je de Johan neemt, dan vind je liever naar Ruud. Kun je hier ook van Johan met de Ruud? Ja, want en de Johan komt dan weer naar meedoen. Of je hebt, dan zeg van nou, ik wil dat door de handen snijden. En dan halen we er weer een stukje bloed in. En dat is een andere. Maar dat zijn allemaal losse elementen. Die zegt, dat kun je er al een stukje van 1,20 meter. Die denk zeg maar, die is er echt wel aan, hoor. Ja. Jij ook zelf gemaakt? Ja, met die pak je eraf. En hij iets wil veranderen, ja goed. En deze? Heb je die ook zelf gemaakt? Ja, dat ben ik ook. Ja, dat ben ik ook bekend. Die staan met die. Ja, maar die bouwpakket maak je ook altijd zelf. Dan zit de moeders niet, maar hij dan. En wat is dit voor een dak? Is dit een oude bouwpakket? Nee, dat is gewoon een computer van de zee. Ja, dit is jouw eigen. Ja. Zit jij dat dak? Ja. Is het zo dat je dat. Heb je hier wel eens een open dag of een open huis? Nou, van iets dingen wel, want misschien er is. Dat willen we niet allemaal. Al die vrienden. Ja. Dat zijn de keurkinderen die zijn. En dan de kleinkinderen die nemen best vrienden met van de school. Ja. En dan of Bram die neemt die vrouw mee van opa maakt een printje mee naar school. Ja. En dan verzamelen door de vrouw en mijn opa dit en mijn opa dat. Oh ja. Of hij komt hier en dan lopen we net als. Als de keizer zelf, dan laat ik het daar weer de kijk zeggen, doe het nog zo, en dan kan je hier harder zetten. En, maar dat is die kleinzoon die wel kent. Ja, 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 dat durven we te zien, hè? Ja, ja. Zeker. Ja, maar soms ja, zullen we 3, 4 onderaan zetten. Maar je hebt nooit het idee van, ik hou zo'n dag en mensen komen kijken? Nee, nou, want als de mensen vragen, want je bent nu een buurt, zeg maar, zoals uit de flat, zeg maar. Ja. Nou, dat zijn allemaal mensen van die leeftijd al honderd. Ja. Dat weet niet veel, hè, dat je in de buurt bent, dat is een zeggen, als iemand interesse heeft, dan is hij een petite boom. Ja. Nou, dan lopen we aan dit. Dat is allemaal een boom. Oh ja. En dan later, dan gaan we naar de brug. Ik ga dat is een grote, op mij had ik een naam, kom even kijken in de trein. Dan zitten we hier en ik denk dat klopt, dan zitten we hier met de babbel en dan op de televisie zitten we met mijn vrouw en dan kan het wel op. Oh, dus ik kijk hier ook al televisie. Ja, en dan soms, als donker is, doe je alles dichter. Ja. Lampjes aan. Reus gezellig. Het is eigenlijk de man cave. Ja. Zo kun je het nu, ik weet niet goed dat je met de taart en z'n vierde, maar dat wordt nu kut naar helemaal schaam. Oh, dat klopt nog. Dat was niet goed.
niet aan hoor. Die kabel daar, is het het duurste project? Dat duurt weer, de meeste uren erin. Oh ja? Dat verzetten. En hoeveel uren moeten we dan aan denken? Nou, dat is bijna anders. Oh ja? Ja. Hier met alles zal in elkaar zijn. Er zijn de kleinste cabinetjes nog. Zeg maar, en de masten. Dan een kogel en de dingen zit erin. Dus, ja, dat is gigantisch veel werk. En van de tandrijdbeinen. Ja. Hier heb je dan eigenlijk alles voor handen. Ik kan alles in handen. Ja, maar daar zit ik door altijd. Achter het bureau. Ja, achter het bureau. We hebben nu met hem je werk bijgegeven. Ja, toch al zitten. Zo'n 710 fabriek. Dan kun je van die rookgeneratoren, die kun je erin zetten. En dan druk je op het tafel en dan komt de rook in het pippen. Dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Ja. En wat is die alles 10 fabriek? Ja. Ja, dat is onze werkbedrijf van vier broerijen. Het is jammer dat ik niet werk geweest, maar ik stond daar weg. Ja. Maar dat was wat stemmen hoor. Dus, die heb ik gemaakt met wat van Anouk, dat is een gips. Ja? Ik denk dat het een anders is, want toen nog voedsel voor de doen. Toen heb ik eens geprobeerd. Met toiletpapier, dan leg ik er een laag overheen. Het toiletpapier daar weer en dat netwerk, dat schrommelt in elkaar. Kijk, en dan kun je dus dit. Dan kun je dit. Kijk, ik heb hier aan het slot geen deur en alles met de stok gezet, dan kun je zo'n stijf leeg komen. Dan denk ik, hier raak ik. Dat valt er heel veel in de deur is, hè. Kijk, de stok gezet, joh. En dit merk ik van onze haardeursjes. Kijk, daar loopt een met een paar deurtjes. Kijk, dat zit hier ook. Ja. En mij komt van onze haandeurtjes. Dit ook, een kistje. Dat is een hoge plaatje. Dan maak ik een opstaand kantje op zo. En dan giet ik een vonde gietgips. Dan rij ik hem af dat het glad is. Dan kom ik uit en dan pak ik een stalen strip. En dan met een standing machine, die zet ik niet zo recht, maar dan zet ik hem zo. En als het ware een veeg, die trek ik er doorheen. Net zolang dat al die streep erin stond, dan ga ik er nog een keer bezig zijn en nog zo doen. Dan kun je een soort van steen effect creëren. En dan met de mensen zelf. En dan ben ik hier nog een waterval door. Zo komt nog een waterval? Ja. Dat die mensen dan een glazen plaat. Dan smeer je de behang mee op, heel dunne. En dan laat drukken. En dan dat oppakt. Dat is net daar. Oh ja? Ja. Dat moet je weten, dat zo wordt het gemaakt. Oh. Dat is strak hoor. Ja. Dat is een water van je maken. Maar dat kun je op internet, dat kun je zo opzoeken. Oh ja. Alles is zo, ja.